Dus dit project gaat over taaltechnologie. En in taaltechnologie proberen we taal en technologie met elkaar te verzoenen. Vaak wordt er vertrokken vanuit het idee, ofwel studeer je talen, ofwel studeer je wiskunde, technologie. En eigenlijk in taaltechnologie komen die twee heel mooi samen. Taaltechnologie is een onderdeel van artificiële intelligentie. En in taaltechnologie gaan we eigenlijk systemen bouwen die menselijke taal proberen te begrijpen. Je leert aan een computer hoe hij taal moet begrijpen, maar aan de andere kant leer je een computer ook hoe hij taal moet produceren. De twee komen heel mooi samen als je nadenkt over chatbots. Die moeten eerst begrijpen wat jij bijvoorbeeld als klant tegen hen zegt en die gaan dan ook een antwoord formuleren. Dus je hebt Natural Language Understanding en Natural Language Generation die daar heel mooi samenkomen. De lessen die we gegeven hebben rond het chatbotproject, daar gaan we eigenlijk uitleggen hoe taaltechnologie precies werkt. Je hebt enerzijds de lexicon-gebaseerde systemen en ook de lerende systemen. We gaan dat in detail uitleggen. En dan gaan ze zelf aan het werk in een Python notebook en gaan ze stap voor stap eens het volledige proces zien van bijvoorbeeld hoe sentimentanalyse werkt. En ik denk dat dat ook belangrijk is in het kader van de eindtermen, dat computationeel denken. Dus waarom is taaltechnologie belangrijk? Omwille van het feit dat het heel mooi aantoont dat het interdisciplinair is en dat die opdeling tussen talen en wetenschappen eigenlijk artificieel is. En het is ook ontzettend belangrijk voor hun begrip rond mediawijsheid. In die zin dat we dagelijks geconfronteerd worden met toepassingen rond taaltechnologie. En we veel te weinig beseffen wat dit allemaal doet met onze privacy. En dat veel te weinig eigenlijk het ethische debat daar rond gevoerd wordt. En ik denk dat dat is wat we proberen in de les, een complexe taak zoals sentimentanalyse, eens proberen ontrafelen en op het einde van de rit te zien van wauw, ik heb zelf een systeem gebouwd. En het is toch wel leuk om te zien dat dit gewoon kan en dat dat eigenlijk heel snel kan in een paar uur tijd.